Ik vind het behoorlijk arrogant, om heel eerlijk te zijn. Ja, maar... Niemand wil Unilever hier weg hebben. Iedereen vindt het fijn als Unilever hier kan blijven. En iedereen is blij dat ze hier ook werkelijk maar zijn. Het is al vaak maar als je zegt maar het gaat om dat meer dat door dan zou die komen door 1,4 miljard euro die we daaraan hebben uitgegeven. Terwijl Unilever zegt, dat heeft niks te maken met de dividendbelasting. Unilever heeft ook de topman zelf gezegd, er komen ongeveer 70 banen bij. Nee. Hier. Ongeveer 70 banen hier in Nederland. Dat zeg ik niet. Dat zegt de topman van Unilever. En als je weet dat je voor 1,4 miljard 15.000 banen in de zorg kan creëren, 32.000 woningen kan isoleren, alle wachtlijsten in de jeugdzorg kan oplossen, dan vraag ik me af. Dit is economie van de koude grond. Dan weet ik wel zeker wat een betere besteding is voor die 1,4 miljard, meneer de Boer. Banen waar ik voor ben, dus in de zorg moet goed worden betaald en zo meer, maar dan heb je nodig dat er een basis is van bedrijven die de belastingen opbrengen. Maar dan moeten ze wel belasting betalen, meneer de Boer. Dan moeten ze wel belasting betalen. Dat moeten ze ook doen, dat doen ze ook. Honderden miljoenen en miljarden aan dollar, euro's worden erop gegeven. Ja, is dat? Honderden miljoenen betalen belasting? Dat is niet waar. Natuurlijk. Dat is niet waar. De vennootschapsbelasting, de opbrengsten ervan zijn om nabij de 50 miljard. Iets daaronder. Ja, dus niet overdrijven. Het gaat om alle bedrijven in Nederland. De bedrijven die er nu zijn, de bedrijven die er gaan komen. En die dragen op een enorme manier bij aan de belastingbasis. Deze documenten laten zien, die dividendbelasting is weggegooid geld. Laten we het alsjeblieft uitgeven aan zorg, aan onderwijs en aan het MKB in Nederland. Genoeg hierover. We zijn klaar. Het is wel jammer. Ja, dat is waar, maar zo gaat het.